Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 20 april. Het is een mooie dag vandaag in Nederland. De zon die schijnt volop. Er zijn wat sluiwolken aanwezig en er zijn ook wel wat wolkenvelden in het noordwesten. dat kunnen we goed zien op de satellietanimatie. Die wolken die trekken geleidelijk aan naar het zuiden van het land. Gaat allemaal erg langzaam. Dat betekent dat we toch ook wel een groot deel van de avond nog te maken hebben met brede opklaringen morgen bevinden we ons meer in het gebied wat ik nu inteken en dat betekent dat er morgen meer wolkenvelden aanwezig zullen zijn toch blijft het op de meeste plaatsen droog zeker het eerste deel van de dag in de middag dan kan er een enkele bui vallen ja, vanavond zijn er dus brede opklaringen, maar vanuit het noordwesten neemt dan wel geleidelijk aan de bewolking toe. En vannacht raakt het overal bewolkt. In het zuidoosten kan de temperatuur dan nog wel dalen naar een graad of twee. In het westen en noorden van het land is het zo'n 8 tot 9 graden. Zoals gezegd, het blijft op de meeste plaatsen droog en dat geldt ook voor morgenochtend. In de middag kan er dan wel lokaal een bui gaan vallen. De temperatuur is dan inmiddels wel opgelopen naar zo'n 12 tot 15 graden. En die temperatuurwaarden die hebben we al een tijdje niet gezien. Er waait morgen een matige wind uit westelijke richtingen. Aan zee is de wind af en toe vrij krachtig. Ja, die wat hogere temperaturen die normaal zijn voor deze tijd van het jaar, die 15 graden, die zien we niet meer terug in het weekeinde. Want de wind die draait weer naar het noordwesten en dat betekent dat er weer koudere lucht onze kant op gaat komen. Zowel op zaterdag als op zondag zien we maximaal van zo'n 10 tot 11 graden. Er kan hier en daar een enkele bui vallen, maar op veel plaatsen blijft het ook droog en de zon die laat zich ook af en toe zien. Ook maandag een aantal buien, bij nog steeds die temperaturen zo rond de 11 graden. En na maandag, ja, dan wordt het zelfs nog wat frisser, met maxima die amper de 10 graden gaan halen. Pas aan het eind van volgende week, na Koningsdag, gaan de temperaturen geleidelijk aan weer iets omhoog. En ja, volgende week is het natuurlijk ook meivakantie. Die vakantieweek die ziet er wisselvallig uit, met iedere dag wel een paar buien. Tussen de buien door ook brede opklaringen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.